heb een schema en daarin kunnen we zien wanneer het vaste begint en wanneer het vaste eindigt. En vandaag mogen we om 8:45 al gaan eten. Het is een gebruik van de heilige profeet Mohammed, vrede zijn met hem, is dat hij het vasten eindigde of brak door middel van het eten van een dadel. En dus wij hebben ook altijd wordt pit eruit gehaald en in plaats daarvan wordt er een amandel in geplaatst en dan eten we dat. Daarmee breken we het vasten. Het is niet zo dat iedereen erop los eet of zo. Dat valt allemaal wel mee. Het is sowieso zou het vreemd zijn dat je dan tijdens de hele dag bezinning en gematiging hebt beoefend. En dat je dan, als je dan het vaste breekt, dan opeens helemaal los gaat en als er veel verraad helemaal rond gaat eten. Ik denk dat het een beetje tegenstrijdig zou zijn. Mm-hmm. 5 gebeden en daarvan is het avondgebed 1 van. En tijdens Ramadan zijn er extra gebeden die dan verricht worden. En dan gaan we dan in Baanrecht ga ik dat doen. Ik voel het zeer zeker dat dit mijn geloof sterker wordt. Je moet het zo zien dat een Ramadan een brug moet slaan tussen de huidige Ramadan en de volgende. Weet je, dus dat je daarin gewoon die goede eigenschappen of goede gewoontes die je dan opbouwt tijdens de Ramadan, dat je die gedurende het hele jaar gewoon ook meeneemt naar de volgende Ramadan en daarin weer de volgende stap zet en verbetert. Dus ja, zo zou je erin moeten groeien.